BOVAG heeft boter op zijn hoofd. Aan de ene kant zeggen ze, we moeten scooters verkopen die alleen de maximale snelheid kunnen rijden. En aan de andere kant zijn het hun leden, de dealers, de verkooppunten, die die scooters opvoeren. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou, hier is Tom Huiskens van die branchevereniging BOVAG. Meneer Huiskens, u wordt aangevallen door de Partij van de Arbeid. Uw bedrijven onder uw branchevereniging, die helpen die brommers op te voeren. Nou, pertinente onzin, pertinente onzin, pertinente onzin. Nou, als je een scooter koopt bij een van de BOVAG-leden, dan kun je hem daar ook laten opvoeren. En dat kan natuurlijk niet, want de BOVAG is de branchevereniging. En die zeggen dat als je bij hun een scooter koopt, dat hun leden niet meewerken aan het opvoeren ervan. Wij hebben even gebeld. 7 van de 10 doen er gewoon aan mee. En wij vinden dat de overheid geen zaken meer moet doen met de BOVAG, totdat hun leden stoppen met het opvoeren van scooters.